Mijn naam is Joost Zwarte en samen met mijn Vlaamse collega Randall Cazaar leiden we hier een team van tekenaars om iedere dag te komen tot een uitgave van een blad. Dat blad heet Parade. Aan het eind van de dag om 5 uur worden de mensen uitgenodigd om langs te komen en dan krijgen ze cadeau wat wij die dag bedacht en getekend hebben. Dit is parade nummer 5. En daarin zie je, daar heeft Gerda den Doven een prachtige omslag gemaakt. Die gaat achterkant, gaat die gewoon door. Alle tekenaars werken op het thema parade. En dat betekent dat er heel veel dingen, of muteren in dit geval, met een bijdrage van Erik Kriek. Er is een bijdrage hier van Cowboy Henk. En hier is nog een van Barbara Stok. Allemaal gaan we van links naar rechts en de een volgt de ander op. En er wordt hier getekend, er wordt hier voorbereid voor de druk, er staat een drukpers en iedereen werkt hard. En ik merk ook dat het elkaar heel erg stimuleert. Voor ons tekenaars is het geweldig om bij elkaar te zijn, illustratoren en striptekenaars door elkaar uit de 2 verschillende landen. En dan merk je ook dat heel veel mensen het leuk vinden om te zien hoe eigenlijk vanaf de eerste gedachte neergezet met een potloodje papier, dan daarna te gaan drukken en uiteindelijk is ons parade tijdschrift klaar. Ja, het is een boekje om trots op te zijn eigenlijk. Ik neem er zoveel mogelijk mee naar huis.